grote brand verwoest opslagmuseumpark Orientalis. Vrachtwagen met varkensvlees gekanteld bij Lent. En markt in Nijmegen loopt steeds verder terug. In een loods bij Heilig Land Stichting bij Nijmegen woedde zaterdagavond een zeer grote brand. Het vuur woedde in een loods van Museumpark Orientalis, gelegen tussen het park en een begraafplaats. De gehele inhoud van de loods moet als verloren worden beschouwd. De brandweer werd rond 4:15 met spoed opgeroepen, waarna er al snel werd opgeschaald naar een zeer grote brand. Ter plekke bleek er op de Profetenlaan een brand te woeden in een loods. De vlammen slaan meters hoog uit het pand. Museumpark Orientalis gebruikt de loods voor opslag. Ja, de brand vond plaats tussen het museumpark en de begraafplaats. En dat zorgde ervoor dat men veel zorgen had over het eventueel overslaan van de brand naar een van beide gebieden. Beide gevallen zouden desastreuze gevolgen hebben gehad, maar dit is gelukkig niet gebeurd. De hulpdiensten waren bijzonder snel aanwezig. En de angst die wij hadden dat er ook persoonlijk leed is, is niet bewaarheid geworden. Er is geen persoonlijk letsel. De rook is, de brand is niet overgeslagen naar het begraafpark en ook niet naar het museumpark. Dus ook de erfgoederen zijn bewaard gebleven. Er is niets gebeurd. Alleen we weten niet welke rook, welke schade heeft veroorzaakt aan de gebouwen. Het fijne is wel dat die rook niet is overgeslagen naar het begraafpark. Dus dat is geheel en al intact gebleven. En toch is er veel verloren gegaan, gezien de loods vol stond met goederen van het museumpark. Naast heel veel hout stonden hier onder meer shovels, bosmaaiers en er lag veel handgereedschap. Maar daarnaast stond er ook een zogenaamde shuttle. Het is een wagen voor ongeveer 10 personen waarmee bezoekers het park werden rondgereden. Die is dus ook helemaal verloren gegaan. Hebben jullie vervoersalternatieven voor de bezoekers? Nee, we hebben zo nog geen tweede shuttle. Je moet je ook voorstellen, daar kunnen ook 10 mensen in, hè, de shuttle. En hij is elektrisch aangedreven. Dus ja, we zullen moeten kijken of we er op de korte termijn een andere kunnen vinden of een vervanging kunnen bedenken. Ja, Museumpark Orientalis is momenteel nog gesloten. Op 7 april staat de eerstvolgende opening weer op de planning. Ze hebben hier dus nog 2 weken tijd om de boel weer toonbaar te maken voor bezoekers. Er is vanochtend een vrachtwagen vol met varkensvlees gekanteld op de N325. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de kruising van de Graaf Allardsingel met de Prins Mauritssingel. Na het ongeluk is de weg lange tijd dicht geweest en zorgde in en rondom Nijmegen voor veel vertraging. De vrachtwagenchauffeur raakte een verkeerslicht en een lantaarnpaal. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Nijmeegse Stadsschouwburg laat weten dat de oudejaarsconferentie van BNNVARA, die jaarlijks op de oudejaarsavond op NPO 1 wordt uitgezonden, dit jaar in de Nijmeegse Schouwburg wordt opgenomen. De conferentie wordt deze keer verzorgd door cabaretier Micha Wertheim. De opnamen zijn op 19 en 20 december en de ticketverkoop start deze dinsdagochtend om 10 uur. Ik ben ook naar Kamp Vught geweest, ook leuk. Nou, leuker dan het was. Laat ik het anders zo formuleren. Nee, want het is echt opgeknapt. Dus die hebben echt naar de kritiek geluisterd. Dat is... Nee, maar voorbeeldje, als je naar binnen gaat, die denkt, nee, toch niet, hier willen we naar buiten. Geen enkel probleem. Nou, dat vind ik al een vooruitgang. En nee, maar sowieso, het is helemaal schoongemaakt en het is, zeg, mooie wc's. Je kan er koffie drinken, ze kunnen grote groepen aan. Dan was dat iets waar ze altijd al op inzetten. Maar... Het is al lang niet meer wat het ooit is geweest. De markt die op maandagen in het centrum van Nijmegen wordt opgezet. Bezoekersaantallen lopen terug en ook het aantal kraampjes wordt steeds minder. Tijd om eens polshoogte te nemen om te zien waar dat aan ligt. De maandagmarkt in Nijmegen wordt steeds kleiner. Iedere maandag is er van 9 tot 5 een markt in het centrum van Nijmegen. Maar de markt kent een stuk minder bezoekers en kramen dan een paar jaar geleden. Ja, dat zie ik ook dat die steeds kleiner wordt. Er zijn steeds minder mensen die overdag winkelen omdat ze twee verdieners zijn. Dus die hebben weinig tijd om zijn geld uit te geven. Dus dan is het zaterdag hier heel druk en dan hangt maandag er een beetje bij. Het is wel een uitstervend ras aan het worden, de markt. Vooral de non-food. De food, dat blijft altijd nog wel draaien, maar de non-food die zie je wel heel erg achteruit gaan. De gemeente Nijmegen is de baas van de markt. Als er iets veranderd moet worden, is de gemeente Nijmegen degene die daarvoor moet zorgen.
Echter is dat tot nu toe nog niet gebeurd. Ja, de gemeente zou er echt wel iets aan moeten gaan doen. Wat wij heel erg zien is dat ze eigenlijk onze lieve graag weg hebben. Dat zien wij in onze marktcommissies terug. En ze doen er eigenlijk helemaal niks aan. En hoe zien jullie dat dan terug? Met vergunningen en standplaatsen worden zo duur dat het eigenlijk niet meer haalbaar is om hier nog te gaan staan. Bezoekers van de markt in Nijmegen hebben ook in de gaten dat er steeds minder kramen staan en dat er steeds minder bezoekers komen op de maandag. Ook denken ze de oorzaken te weten van deze terugloop. Ik denk toch 2 verdieners, veel mensen werken. Ik denk dat daaraan ligt. En dat de mensen ook bij de lokale groenteman en de groenteboer, dat ze daar bijvoorbeeld fruit gaan halen. Dus daar zal het ook wel aan liggen. Waarschijnlijk is het niet rendabel voor de kraampjes om te staan. Dus ik neem aan dat ze kosten hebben om hier te staan. En dat ze dat er niet uitkrijgen, omdat ze anders wel zouden komen. Ik neem aan dat dat de reden is. Dan kijken we even naar de social media. Politie Nijmegen meldt op Instagram dat ze vorige week een 22-jarige man uit Mierlo hebben opgepakt en een 29-jarige man uit Helmond. Ze worden verdacht van de mishandeling die op 4 december plaatsvond in de Nijmeegse Bloemerstraat. Het slachtoffer werd meerdere malen tegen het hoofd geschopt. Het onderzoek loopt momenteel nog. Het magazine Voxweb meldt dat het Radboud Sportcentrum, gevestigd op de universiteit, bijna inmiddels weer evenveel studenten trekt als voor de pandemie. Enkele maatregelen uit die tijd zijn nog wel steeds van kracht, zoals het reserveren van een fitnessplek. Niet alle studenten zijn daar even gelukkig mee. En op Facebook roept de Nijmegen Noordrun mensen op om zich nog snel in te schrijven voor deze hardloopwedstrijd. De voorinschrijving sluit namelijk over een week. Het evenement vindt plaats op zondag 16 april en bestaat uit een 5 kilometer en een 10 kilometer variant. Voor kinderen tot 12 jaar is er een route van 1 kilometer. Nick, Robin en Raymond zijn 3 bijzondere mannen. Ze lopen deze zomer de Nijmeegse Vierdaagse om geld op te halen voor Mila. Mila is een meisje van 1 jaar oud, de dochter van een collega van Nick, en lijdt aan een zeldzame spierziekte. Een aanpassing voor de woning van het gezin is noodzakelijk, maar daar is geld voor nodig. We hebben al een stukje door deze omgeving van Sierenberg gelopen, maar jullie gaan de Vierdaagse niet voor niets lopen, heb ik begrepen. Nou, klopt. Vertel. Wij lopen voor Mila. Mila is de dochter van een collega van mij. Ik heb hem een keer gesproken in de kantine. Daar vertelde hij het verhaal over Mila. Mila is bijna 2 jaar. Dus ze is geboren met een hersenvliesontsteking. En daarbij is ook een HIV-infectie opgelopen. En dus kortweg gezegd dat ze gewoon een te hoge spierspanning heeft. Yeah. Het is nu net, ja, je ziet eigenlijk niks aan haar. Het is nu net alsof je, als je haar optilt, dat je een pop vasthoudt. Ja, wij willen gewoon Mila en haar familie willen helpen daarbij. Ja, want jullie gaan geld inzamelen, toch? Tijdens het lopen van de Vierdaagse. Ja. Wat hopen ze dan met dat geld te kunnen doen? Wij willen eigenlijk zoveel mogelijk geld ophalen, omdat ze hun huis kunnen gaan verbouwen en aanpassen. Mm-hmm. Zodat Mila gewoon normaal naar boven kan, normaal in huis kan bewegen. En de gemeente, kan die ergens bij helpen? Ja, van wat ik begrepen heb is dat de familie of de gemeente alle muren en het plafond wel financiert. Maar alles in huis zelf, dat moet echt door mezelf gebeuren. Hey, jullie lopen dus voor Mila om geld op te halen. Ja, hebben jullie een soort van streefbedrag? Nee, we hebben geen streefbedrag. Dat komt omdat dat alleen in de teleurstelling kan voorkomen. Geen streefbedrag. We willen het alleen onder de aandacht brengen. Ja. Natuurlijk niet alleen voor Mila, maar voor elk kind die spierziekte heeft. Als mensen tijdens de Vierdaagse nou geld willen doneren, waar kunnen ze dat doen? Ja. Nick die gaat alles zoveel mogelijk proberen te filmen. Dus de verbinding, mocht de verbinding goed zijn, dan zijn wij live op Twitch te zien. Nou, hartstikke bedankt. Laten we nog een stukje verder trainen. Het was vandaag weer een vrij wisselvallige dag. De zon kwam er geregeld aan te pas, maar ook trokken er veel buien over het land. Af en toe met sneeuw of zelfs hagel.
Ook was het vrij koud, maar dat gaat in de loop van de week veranderen. Vannacht nog niet, dan gaat het zelfs nog een paar graden vriezen. Morgen start met zon in de ochtend en later op de dag trekt er steeds meer bewolking over. Het blijft grotendeels droog, maar wel fris met zo'n 9 graden. De dagen erna stijgt het kwik door naar zo'n 15 graden, wel wordt de kans op neerslag wat groter. Op woensdag beperkt zich dat tot een klein buitje in de middag, maar donderdag wordt het weer net zo wisselvallig als vandaag. Dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl en alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar de streek in en wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!